Ja, maar dat heb ik laten doen. Heb je dat al laten doen? Ja. Geloof je ook in Jezus? Ja. Ja. Dat klopt wel. Maar? Maar meer op de eigen manier, zeg maar. Op de eigen manier? Ja, ik ben niet echt iemand die daar heel erg praktiseert. Dus ik ga wel naar de kerk. Ja. Maar ik denk ook meer op mijn eigen manier aan de psycholoog. En wat houdt dat voor jou in, als ik vragen mag? Nou, gewoon, ik vraag hem bijvoorbeeld dingen af. En als ik bijvoorbeeld in moeilijkheden of zo zit, dan bid ik wel. Amen. Dat wel. En lees je ook wel eens Bijbel? Nee, eigenlijk niet, maar ik doe wel. Gewoon als ik het moeilijk heb over. Ja. Zoals laatst is mijn beste vriendin overleden. Ja. En daar heb ik het nogal moeilijk mee. En ik dacht wel echt wel zoiets van, hè? Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Dan waren we toch wel dikke 10 jaar met vriend. Ja. Echt iets van binnen. Ja, en dan ineens rustig dat niet meer. En ik voelde heel leeg. Ja, dat is een gemis, ja. Om. Maar ik voelde in één keer zo nee. Ja. Echt even zoiets had. Maar ga je op zo'n moment ook tot God, tot Jezus? Dat wel, want ik zit wel in een kerk en daar ben ik ook heel erg best wel actief mee. Ja, ja. Maar ja, ik hoef daar ook niet echt gelovig voor te zijn, eigenlijk. Als je op je eigen manier ook gelooft. Dan ja, weet je, ik zet mijn twijfels bij je eigen manier, omdat. God heeft natuurlijk de Bijbel gegeven. Ja. En daarin maakt hij duidelijk eigenlijk hoe we hoort te geloven, maar daar geeft hij leidraden aan voor hoe we hoort te leven. Ja, maar dat merk ik ook wel. Ja. In sommige dingen. Dat ik zoiets heb van dat ik ben braaf en dan blijf ik me dat toch leven. Ja. Ja, dan voel ik ook dat hij mij. Help. Nou, dat vind ik mooi om te horen. Dat merk ik wel, maar dat is ook pas niet van jou, want ik zit pas 5 jaar of zo bij deze kerk. Ja, ja. Hey, mag ik kort een zegen over je uitspreken? Ja. In Jezus, wat is je voornaam? Marjolein. Marjolein? Ja. Mooie naam. Aangenaam, ik ben Dick. Dank u wel, Vader God, Heer Jezus Christus, Heilige Geest. Heer voor Marjolein, Heer, en dit mooie gesprek. Ik dank u dat Marjolein, als ze het moeilijk hebt, tot de Heer mag komen. Maar ik wil uw ontferming over Marjolein vragen, Heer. Ik wil vragen of u haar wil vertroosten in het verdriet wat ze heeft om de vriendin. En dat de vreugde des Heer haar kracht mag zijn. En ik bid je toe, Marjolein, in Jezus Christus heilige naam, dat je die relatie met Jezus nog dieper gaat ervaren en dat je met hem gaat wandelen. In Jezus naam. Amen. Alsjeblieft, Marjolein. God zegen. Hallo, mag ik jou wat vragen? Volgens mij niet. Jou misschien wel? Ook niet. Hallo, mag ik jou wat vragen? Ja. Wat betekent dit voor je? Ik wil niet precies maar ik denk lezen. Ja, betekent Jezus iets voor je? Ja. Ja, ik weet maar een beetje, ik ga niet goed Nederland uitleggen daarom. Oké, okay. Ja? Maar je gelooft in God? Ja, precies. En je kent Jezus? Ja. Amen. En wat voor taal spreek je dan? Koerdisch. Koerdisch? Ja. Oké. Okay. Ja? Ja, ja, ja. Oké, okay, dankjewel. God zegen. Ja. En blijf met hem praten. Dankjewel. Ja, ik goed teken. Want mijn hobby is gedicht schrijven. Ja, daarom ik goed teken. Oké. Okay. Ja? Heb je een Bijbel? Wat? Heb je Bijbel? De Bijbel, het boek van God. Ja. Ja, heb je? Nee, niet met mij. Lees je niet? Nee, maar ik veel lezen. Nu in Nederland ook. Ja. Ik heb veel boeken ophalen bij bibliotheek. Ik veel lezen.
Ja. Maar je hebt geen Bijbel? Nee. Maar alleen gedichten schrijven voor alleen. Gedichten schrijven. Gedichten? Ja, zou je geen Bijbel willen hebben? Ja, maar niet Nederlands. Nee, Koerdisch. Mijn moedertaal. Ja, alleen. Zal ik eens kijken of ik er een bij me heb? Ja. Koerdisch. Kan je? Misschien. Wil jij even vasthouden? Harry, wil jij even vasthouden? Ik moet even kijken of ik een Koerdisch erbij me heb. Ja. Nee, je Koerdisch zijn die smalle, geloof ik, hè? Die ken je niet, hè? Nee. Dat is Turks. Ja. Oké. Okay. Thuis, bij mij thuis, heb ik Koerdische Bijbels. Nieuwe Testament. Als jij, ik geef je een kaartje met e-mailadres. Ja. Oké, wij gaan contact samen met via. Als jij mij jouw adres wil sturen. Dan stuur ik jou een Koerdische Bijbel. En dan kun jij gaan lezen. Ja, oké. Dankjewel. Ja? Dankjewel. God zegen. God zegen. Ja, jammer dat ik geen Koerdische Bijbel heb. Mevrouw. Is dat ook Arabisch? Arabisch. Maar je kan geen Arabisch lezen, alleen Koerdisch. Ja, nee, Arabisch ook. Ja, dankjewel. Oh. Oké, dankjewel. Gaan lezen. Ja. God zegen. Dankjewel, Vader God. Ik bid u dat die vrouw alsjeblieft die Bijbel gaat lezen, Vader. In Jezus Christus, heilige naam. Dankjewel. Amen. Had je Koerdisch? Nee, maar Arabisch kon ze ook lezen. Oh, nou. Dag meneer. Hallo. Mag ik u wat vragen? Oké, betekent dit iets voor u? Nee. Niks met Jezus, ik leef het bekend. Ik ben rooms-katholiek opgevoed, dus. Maar ken je hem dan? Wat zeg je? Ken je hem dan of heb je wel eens van hem gehoord? Want daar zit verschil in. Ik ken hem dan of ik weet het, want ik heb hem niet persoonlijk. Ik wel. Ja? Ja. Je hebt hem wel eens gezien? Zalig zijn zij die je niet gezien hebben en toch geloven. Ja, goed hoor dat je echt zegt. Ik kan echt zeggen. Maar weet je waar het om gaat? Het gaat niet om dat het goed is dat je ergens alleen in gelooft. Het gaat om jouw ziel, die eeuwigheidswaarde. Ja, maar ik denk als je doodgaat, ben je gewoon dood. Dus. Ja, ik weet zeker van niet. De Bijbel is echt van niet, hè? Ja, kom daarachter. Hoe kom je daarachter? Op onderzoek uit te gaan. Want nou, waarschijnlijk leef jij je leven gewoon. En denk je, ja, nou nee, goed. En als ik dood ben ik dood. Ik zie het wel en ik geniet van elke dag. Ja, dat is toch zo top. Ja, maar die ziel van jou heeft eeuwigheidswaarde. Ja, maar als hij dat heeft, dan heeft hij dat ook of ik wel of niet in Jezus geloof. Ja, klopt. Alleen het verschil is. Hey. Nee. 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 Wat ik tegen jou vertel, vertel ik op basis van de Bijbel. En dat is Gods woord. Ja, maar dat kan. Je kan een andere mening hebben. Alleen ga alsjeblieft op onderzoek uit. Want jouw ziel inderdaad heeft eeuwigheidswaarde. Of je gelooft of niet, dat maakt niet uit. Maar het grote verschil is of je bij God bent of niet bij God bent. Nou, als je niet bij God bent, dan ben je ergens waar je absoluut niet wil weten. Maakt niet uit? Nee. Oké. Okay. Nou. Fijne dag nog. Jij ook. Dankjewel voor je tijd. Amen. Ik ga even Barry staan proberen mijn mond te houden, maar filmen.
Bijbeltje meegeven? Ga ja, maar, ga eerst maar om de rezoek hier. Maak Engels mee. Ik heb het wel over maar... Heb je ook elke keer gevraagd, hoor, als je echt verstaat, wil je zich aan mijzelf openbaren? Heb je dus gevraagd? Hoor? Nee. Niet op zo'n directe manier, maar... Ga eens doen. Heb ik ook gedaan. Weet je, wij komen uit een leven van drugs, drank, hè, en allerlei dingen, want dat is helemaal fout. Seks ook? Seks, ja? Drugs, rock'n'roll? Seks, drugs, rock'n'roll, in leven. Maar ik heb nog God uitgeschreeuwd in mijn kamer. Wil jij het horen? Ik kan met jou ook. Heel veel mensen zijn eigenlijk een beetje bang om God te ontmoeten. Want dan zijn ze bang dat ze niks meer mogen. Dat is een leuk. Ik heb nog altijd tv, radio, computer in mijn huis. Er wordt altijd gezegd, ja, je mag dit en je mag dat niet. Dat is onzin. Ik doe datgene wat, om mijn vader te beharen, mijn hemelse vader, wat hij niet fijn vindt, niet leuk vindt. Dat is niet je ouders met zo. God is een liefdevolle vader die voor ons wil zorgen. En die denkt dat het beste voor ons is. Daar gaat het om. Ja. Doe je best om te gaan zoeken. Sorry? Ja, doe je best om hem te gaan zoeken. Ja joh, want hij houdt van je. Nou. Maar is het zo komisch? Ja, God zegen je. Dank je. Yo. Yes, yes, but it's not about knowing the story. It's about knowing Jesus Christ. That's right. But he... Ja, lieve mensen, hier zie je Alwin staan voor de zoveelste keer. Die staat bijna de hele tijd te spreken. Ik ga hem niet storen, maar even op afstand. God zegen. Goedendag. Mag ik jou wat vragen? Mama. Betekent dit iets voor je? Eet smakelijk zijn. Ja. Ja. Ik heb er niks mee, hè? Eerlijk gezegd. Nee, heb ik ook 46 jaar niet gehad, hè? Nee, maar... Ik ben inmiddels ook 46. Dan gaan we dat nog steeds niet doen. Nee. Maar geloof jij niet in iets groters als wat wij? Nou, maar niet in de God. Niet in de God? Nee. Hoe zie jij dat dan? Ik denk dat wij gewoon onderdeel zijn van het universum. En dat is het grote wat we doen. Ja. En heb je een ziel daarin? Een ziel? Ja, zolang je leeft wel, ja. Maar daarna niet meer. Nee. Dus je denkt van als je je hoofd neerlegt dat het echt over is? Ja. Ja, weet je, ik sta hier niet om jou om te praten. Ik sta hier met een... Nee, als het wel zo is, dan valt het mee. Nee, nee. Weet je, ik heb een boodschap te verkondigen en ik spreek mensen aan. En ik vertel over Jezus. Als jij heel duidelijk zegt van, joh zo, je kent het verhaal van Jezus. Waarvoor die naar de wereld is gekomen. En ja, weet je, je hebt vrije keus. Nou, gelukkig wel. Maar die ziel heeft wel heel veel. Iedereen. Ja, maar ik heb gevolgen. Kijk, of je linksaf gaat of rechtsaf gaat, heeft gevolgen voor de rest van je leven. Ja. Daar ben je wel mee eens, hè? Ja. En zo is het ook met alle keuzes die je maakt. Ja, dat klopt. Maar je hebt wel eens goed, je hebt wel eens onderzocht. Ja. En wat omvatte jouw onderzoek daarna, als ik vragen mag? Nou, er zijn een aantal dingen die gebeuren, die maken dat ik daar niet in geloof, zeg maar. Oké, ziekte, dood, lijden? Ja, onder andere. Maar daar is een verklaring voor? Ja, natuurlijk is daar een verklaring voor. Maar die ligt niet voor mij daar. Nee. Nee. Oké.
helemaal niet in de stammen af van Adam en Eva. Die zat er bij mij al helemaal niet in, want we hebben twee zoons. Dus, en toen? Dat werkt al niet. Maar denk jij dat alles bekend is gemaakt in de Bijbel? Nou, wat is bekend gemaakt? Ah ja, nee, dat is een woordenspelletje. Ik denk dat... ik geloof best dat Jezus gestaan heeft. Ja. Ik geloof ook best dat hij volgelingen had en wellicht dingen gedaan heeft die opvallend waren, laat ik het zo netjes zeggen. Ja. Ik geloof niet in dat hij de zee heeft gesplitst. En, nee, heeft Jezus het ook niet gedaan? Oh, nee, dat was Mozes. Hè? Dat heeft Mozes gedaan. Nou, zo goed ben ik niet. Maar, zo goed heb je ook je onderzoek gedaan, met alle respect. Niet dus. Nee. Maar stel nou dat ik gelijk heb, hè? Ja. En dat kent dat toch? Ik voor je. Ja, ik weet het zeker. Ja. En hoe weet jij dat zeker dan? Dat vind ik ook dan wel een goeie. Kom eens met bewijzen. Kom eens met bewijzen? Ja. Jij gelooft daarin, maar dat weet niet van niks. Het grote bewijs, zegt de Bijbel ook, is als je naar de schepping kijkt. Het grootste bewijs. Door naar die schepping te kijken, ja, maar kijk, wat jij anders denkt, dat wil niet zeggen dat dat feiten zijn. Nee, dat klopt. Ook jij kan ernaast zitten. Ja, jij ook. Nee. Nee, absoluut niet. Dat is geloof. Maar dat is 12 jaar geleden in mijn leven gekomen. Ik kreeg op mijn 46e, out of the blue, even heel kort, een verlangen om te gaan bidden, kon ik helemaal niet, heb ik een week mee rondgelopen. Ja. Toen heb ik een gebed, onze Vader die in de hemel zit. Ja. Op een papiertje gekregen, denk ik gaan lezen. De rand van mijn bed. 2 weken later Bijbel lezen. En daar is een heel avontuur begonnen. Ik sta hier ook niet voor een kerk. Nee. Ik sta hier omdat ik die levende God heb leren kennen. En deze opdracht krijgen we in de Bijbel. Ik ga de wereld in en verkondig het evangelie. Ja. Dus, wat voor... Ik ben begonnen als katholiek. Tot een jaar of 12, 13, 14. Ja. En daarna niet meer. Nee, maar dat kan ik me wel voorstellen. Weet je hoe ik de kerk over het algemeen... En ik zeg niet dat er geen kinderen van God in kerken zitten, dus begrijp me niet verkeerd. Maar over het algemeen die kerken. Ik kan geen bijbelgetrouwe kerk vinden. Sterker nog, ik neem voor mezelf de vrijmoedigheid om te zeggen, die kerk... Dat is een wereldgelijkvormig instituut. Ja, met zijn eigen regelgevingen. Ja. Het is net met die fariseërs van vroeger, wat je in de Bijbel leest. Die hadden de eigen leefregels en dat ging buiten. Jezus noemde hun zelfs addergebroed. Ja. Het gaat niet om een kerk. Het gaat om die schepper van de hemel en aarde. Ja. Die uit liefde voor jou. Het is ook hoe je het beestje een naam geeft, zeg maar. Ja. Ik heb er dan wellicht een andere definitie van God, zeg maar. Ja. Ja. Ik weet het niet. Maar ik vind dat natuur, zeg maar. Geen God. En hoe is het allemaal ontstaan dan? Ja, ik denk dat het is. Maar ook dat weet ik niet zeker. Dus er was niks? Er was wel wat. Maar waar is dat uit ontstaan dan? Ja, dat weet niemand. Hij die was. Maar en die is dan de aarde en de dingen, dat geloof ik niet, zeg maar. Nee. Want dat komt gewoon uit de Big Bang. En wie dat getriggerd heeft, dat is wel een andere vraag. Wie of wat? Maar het is wel erg genoeg dat jij niet beseft dat jouw ziel eeuwigheid waard is. Wat? Dat jouw ziel eeuwigheid vaardig. Ja, tuurlijk heeft hij dat. Alleen niet in mij. Niet in jou. Dit lichaam is vergankelijk. Dat is wat je heeft. Maar dus die ziel gaat dan terug naar... uiteindelijk onder de groene zoden. Ja. En dan dooft dat uit. En mijn bouwstenen worden weer gebruikt voor wat anders. Door de aarde. En dat kan een plantje maar zijn. Maar dat is los van het geestelijke. Ja. Nee, dat geestelijke houdt op. Mijn vergankelijkheid houdt op bij mijn kinderen en mijn kleinkinderen.
Doe je ooit nog een keer aan mij denken en dan is het wel. Ja, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen op het moment, nee, hè? Nee, maar ja. Jij hebt daar een ander idee bij. Maar... Nou, niet alleen idee, complete overtuiging. Ja, nou, dan. Voor mij maar is dat die is dus recht. Bijbel. Ja, maar weet je wat de kern is waarvoor ik op straat sta? Nou ja, omdat jij daar heilig in geloof. Ja, dat, absoluut. Ja, maar wat mij beweegt buiten die Bijbelse opdracht die ik jou net zei, sinds ik Jezus heb leren kennen en elke dag nog een stukje meer leren kennen, krijg ik steeds meer bewogenheid voor mijn medemens. Ja. En daarvoor sta ik hier. Ja. Omdat jij dadelijk op een dag voor je God komt te staan, jouw knie gaat zich buigen, jouw tong gaat beleiden, Jezus is Heer. En hij zegt op dat moment, jullie, ik ben niet in die eeuwige nabijheid van. Nee. Dat vind ik ernstig. Ja, dat is dan zo. Kijk, ik vind dat ik naar beste eer en geweten leef. Kan geen niet. Geen rare dingen doen. Ja, maar weet je wat jouw probleem is? Weet je wat jouw... En niet alleen jou, hoor. Dus valt het niet alleen persoonlijk op pad, niet, hè? Nee. Maar je hebt wel eens gestolen. Nee. Als de koekje uit de koekrommel, jij hebt wel gestolen. Dan gaan we weer. Nou, dat is niet gestolen. Ik heb wel eens koekje uit de koekrommel gepakt. Ja. Dat is stelen. Nee, dat is niet stelen. Nee, naar jouw definitie. Nee, dat is niet maar stelen. We hebben een God die heilig en rechtvaardig is. Ja. En laat hij nou net hogere maatstaven als wij mensen hebben. Ja, dan. Je hebt wel eens gelogen. Ook, ja, hey. Zeker. Dus voor God ben je al een liegende dief. Ja, maar ja, als dat zo is, dan hoef ik ook geen moeite te gaan doen. Nou, en daar is Jezus voor gekomen. Ja. Jezus, heb aan de kruis jouw zonde en alles gedragen. Ja. Daarmee is de weg niet open. Ja, maar dat eeuwigheidswaarde. Wat hij heeft gedaan. Ja. Serieus. Maar ja, dat blijf ik doen. Ik blijf wel eens lief, hè. En ik blijf wel eens... Weet je wie je daarmee dient? Weet je wie je daarmee dient? Ja, vast de duivel. De vader van de leugen wordt hij genoemd, hè? Ja, als dat jouw keuze is, ik ja. Daar niet van, hè, hoe nee, graag ja. Ik het ook zou willen. Nee. Ja. Dankjewel in ieder geval voor het gesprek. Succes met oneerbiedig zeggen, precies werven, maar dat is niet waar voor je staat. Precies. Ter behoudenis van zielen. Ja. Dat is wat anders. Ja. Weet je, dat is een heel ander uitgangspunt. Dat jij gelijk hebt voor jou. Ik weet het. Ja. Ik ben ervan overtuigd. Maar ik hoop dat jij die God, Jezus, nog gaat leren kennen en erkennen. En leren zijn liefde te beantwoorden. Ja. Dat bid ik jou toe in Jezus' naam. Ja, dankjewel. God zegen. Ja.